was dat, maar net op de schors van de laatste was dat. Dus ja, dan is het ook wel waar. Kijk, dat is dus de drie stuk af, en dan is het ook even erbij afsteken, dan ziet het er netjes uit. Ja. Ja. Goedendag. Goedendag. Dit is Ruurlo vandaag. U bent standhouder zo te zien. Het lijkt er wel op, hè? Ja. Okay. Ja, voor de demonstratie vandaag. Ja. En wat gaat u demonstreren? Nou ja, wat je naast u kunt zien, het zagen van vogelhuisjes met een kettingzaag. Het zagen van vogelhuisjes met een kettingzaag. Met een kettingzaag, precies. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee, nou ja, bij deze. Maar die vogelhuisjes zijn toch heel klein. Oh, wacht even. Ja, we hebben ze hier staan. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Nee, dat komt goed. Ah, dat ziet er. Ja, een vogel zou je hier wel in willen huizen, toch? Nou, het is vooral om te voederen eigenlijk. Hè? Wat lief? Ja. Om te voederen, ja. Ja, het is ja. Een voederhuisje. Ja. Ja. Maar heeft u zelf dat ontwerp bedacht om het met de kettingzaag te gaan doen? Ja. Hoe ontstond het idee? Nou ja, het idee ja, nou ja, eigenlijk dat wij met als bovenzorger kom je veel bij mensen thuis. U doet dan bovenzorging? Ja, ja. Ik ben, mijn vak is bovenzorging. Dus wij snoeien bomen, maar als ze op een gegeven moment niet met de handhaven zijn, dan halen we ze weg. Ja, dan krijg je wel eens de vraag, ja, we vinden het zo jammer, kan je er niet eens wat van maken? Ja. Nou ja, van het een komt het ander. Maar wat zijn de leukste vragen geweest om een ontwerp te maken? We hebben het nu over vogelhuisjes. Ja, dit zijn vogelhuisjes. Maar toch geen doodskisten of zo? Of, nee, ik noem maar wat. Maar, ja, goed. Ja, nee. Maar iemand heeft een idee die zegt van, kun je van mijn boom wat maken? Ja. Wat was interessant om te maken? Ik heb op landgoed Marienwaard is er een hele oude beuk omgegaan. Ja. Die was gevaarlijk en daar hebben wij een hele grote bank van gemaakt. Waar nu een grote bank? Ja, een boombank. En waar staat die bank? Op landgoed Marienwaard in Beest. Oké, okay. Waar mensen gewoon kunnen verpozen. Vrij zitten. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, nou, en nog een leuk idee? En nog een leuk idee. Nou ja, ik heb mijn eigen tafels gemaakt. Tafel? In de woonkamer. Ja. Ja. En ja, ook, ik heb daar wel een fotootje van, dat kan ik nog even laten zien. Kijk, dit is okay. een eikentafelblad. Zo laten zien, ja. Alleen... Dit is een eikentafelblad, ja. En de poten die zijn ook van eik. Dat zijn alleen de zijtakken, van de dode zijtakken van eikenboom. En die verweren helemaal, omdat het eikenhout is heel duurzaam. Dan dus die takken breken niet zoals normaal. En als een tak dood gaat aan een boom, dan is het een jaar of twee, drie en dan breekt hij af en dan valt hij naar beneden. Ja. Maar bij een eik, het kernhout, dat is zo hard dat hij in de boom blijft zitten. Oh. Dus in de boom verweert hij helemaal door de zon, door de regen, door de wind. En dan krijg je zeg maar een hele ruwe, keiharde tafel, een hele keiharde tak. En daar kan je prima een tafelpoot van maken. En wie zijn de mensen die zo'n tafel kopen dan? Van jou, van u? Ja, ja. Allerlei mensen die het binnen de inrichting vinden passen, die het ook mooi vinden. En de andere, dit is de bank van... Dit is van een klant, dit is niet de bank van Marienwaard. Maar dit is een klant waar ik een hele grote populier heb weggehaald. Ja. Die was 1,20 meter dik. Ja. En daar heb ik een bank van gezaagd. En die staat nu langs de Lingenroute in Rumpt, langs de dijk. Langs de Lingenroute? Ja, langs de Lingenroute. Heel mooi, dus, hij vindt het een hele mooie omgeving en hij wilde zelf graag een bank. Hij zegt, nou, daar mogen de mensen die langs fietsen ook van genieten. Dus ja, iedereen kan er ook vrij op zitten. Dus ja, leuk, dat zijn wel leuke dingen. Dus ja, wie weet, we werken zo verder. Ik heb vandaag ook weer iemand gesproken die alweer een idee had. Dus ja, met hout bezig zijn, dat is leuk. En zeker als het stuk weer is. En wat is jouw opleiding? Nou, ik heb een hbo-studie gevolgd, bos en natuurbeheer. Bos en natuurbeheer. En daarnaast ook nog werktuigbouwkundige. Dus ik ben ook werktuigbouwkundige. Ja. Dus ik hou me ook bezig met het ontwikkelen van nieuwe concepten, nieuwe machines. Oké, okay. Maar ben je nu ZZP'er? Ja, om zo te zeggen wel. Ja. Ja. En je hebt toch wel veel aandacht van de klanten, begrijp ik. Ja. Toch? Ja. Ja. Ja, nou ja, kijk. Zo'n dag als vandaag, dan heb je weer ander publiek dan als wij gewoon ons normale werk doen. Waar mensen zeggen, nou joh, ik heb ook nog wel iets wat ik maar ja, je presenteert maken. Je hier van dit kan ik doen. Ja. En is dat de eerste keer dat je op een fair bent? Nee? Nee. Afgelopen augustus was ik op de Marienwaard. Dat is een fair van een hele grote, hè? Ja, dat is een hele grote. Ja. Ja, en... Eigenlijk is het daarvoor heb ik ook diverse open tuinen en dat soort dingen. Dat en waarom heb je voor Ruurlo ingeschreven? Ik ben eigenlijk gevraagd hiervoor. Naar aanleiding
Want ik heb op mijn website ook wat informatie staan en met zoeken kwamen zij bij mij uit. En ze hadden al gezegd, dat lijkt ons heel interessant, wil je niet bij ons een demonstratie komen geven? Ja, leuk. Dus, ja, ik ben heel benieuwd. Nou, mooi. Dankjewel en veel succes in de toekomst. Ja, dankjewel. Okay.